Yo mensen, welkom bij weer een nieuwe video van Pascaliber. Sta je nou in een bos? Dat is ook nog een pad. We gaan hier even een rondje lopen. René en ik zijn al een keer aan de andere kant, hier achter de weg. Aan de andere kant van die weg geweest. Leuke dingen gevonden, daar ga ik straks even wat meer over vertellen. Maar we gaan eerst even kijken of we wat kunnen vinden aan deze kant. Dus mensen, tot de eerste vondst. Jawel. Boys and girls, Pascaliber in the house. Yeah. Yo, ja. Het eerste wat je vindt zo'n bos, een stukje van een oud trekkleppie. Zo. Ik heb hier, het lijkt op een stukje scherf ergens van, ik weet niet wat dat is precies. Het lijkt me een beetje loodachtig. Maar ja, mijn eerste echte vondst. Ik had hier een 32. Nou, dan moet ik even filmen. Een duiveringetje uit 2015. Nice. Ik had hier een 45. In het randje, dus ik pak hem. Gerustmesje erbij. Oeh, een muntje. Heel kaal muntje, maar. Hé, een muntje is een muntje. De Maria Beuk is vermoedelijk geplant in de 18e eeuw en staat op het landgoed Molenkaten. Het landgoed heeft een rijke geschiedenis die teruggaat tot de middeleeuwen. De naam Maria Beuk is waarschijnlijk afgeleid van de Mariakapel die zich in de buurt van de Beuk bevond. Deze kapel was een belangrijk religieus centrum in Hattem, waar pelgrims samenkwamen. In de loop der jaren is de Maria Beuk uitgegroeid tot een symbool van het landgoed en de stad Hattem zelf. De boom heeft vele historische gebeurtenissen meegemaakt en staat symbool voor de continuïteit en het erfgoed van de regio. Pascal had vorige keer dat we in het bos tegenover deze waren, een heilig hanger gevonden. Die zou afkomstig kunnen zijn vanaf de Mariakapel die daar in de omgeving gezeten heeft. Ah, kut. Ik dacht dat ik aan het filmen was. Kijk zo, ik denk kut, zat geen rood stippie. Maar ja, de lol is eraf. Ik heb 3 oorlogscentjes. 2 1-centjes. En dit verwacht ik een 5-centje, maar... Ik kan er niet veel van aan de kant maken. Deze wilde zat ook 1942 nog. Heel scherp, die lag tussenin. Ze lagen op elkaar, zeg maar. Ze lagen zo, een beetje. Best groot gat, maar die gaan we weer dicht stompen. Maar wel dik. Ha! Dat is wel een hele dikke vondst. Zo, ik heb hem nu wel aan. Bij het vorige hak baalde ik er wel van dat ik hem niet aan had. Want de muntjes lagen ze met zo'n kluitje en dan precies op elkaar. Maar hier heb ik weer een 45. Dus. Een dopje. Florin Schiedam. Het flesje leveren. Nou. Dat was het dus. Een dupke. Zo, ik had hier weer een signaaltje. Ja. Een stukje van een, ik denk dat is zo'n einde van een kabeltje van de fiets. Aangezien het ook een motorbike route is waar ik op loop. Wederom een mooie 34. Ja, het geluidje is al uit, dus. Ja. Nog een onderdeel van de fiets.
Nou, de laatste vondst in het bos. Een blikje. Nou, die giet mooi. Kijk. In het afvalzakken naast de vondstenbak. En wat doen we dan? De grasmes oppakken. Gaatje dicht trappen natuurlijk. Ja, nou, ik ga de video nog niet afsluiten. Ik ga denk ik die dat oorlogsgeld, dat ga ik thuis even schoonmaken. Dus dat ga ik ook even filmen. Misschien wel interessant voor jullie, leuk voor jullie. Om te zien hoe die nog uitkomen en wat die ene munt nou is. Dus mensen, ik zie jullie bij mij thuis. Ja. Zo, zoals jullie zien ben ik thuis. Nou, ik denk dat ik gewoon ga beginnen met het muntje wat het mooiste was. Een bakje water, gewoon lekker met simpel met een tandenborstel. Kijken of het een beetje schoon wil worden. Misschien dat ik zo even een iets hardere borstel moet pakken. Even een beetje. Kijk eens. Ik weet niet of jullie het goed zien. Het begint wel ergens op te lijken. De achterkant is ook wel echt mooi. Dus degene, nou ja, ik heb het dus niet gevuld, dat is een beetje kloten. Die tussenin lag. Ja. Is echt mooi. 1942. Nou, ik ga even deze grote ga ik even in het water leggen, dan ben ik zo bij jullie terug. Zo, even verder. Even het bakje gehad, even iets harder posteltje. Allemaal zo denk je een keer van Alwin gekregen. Oeh, die is wel echt heel mooi. Zo, die heb ik nog niet. Goed, deze kant. Kijk achter komen wat een muntje het is. En met de andere borstel hier proberen voorzichtig. Meeste daar wel. Geen dat tevoorschijn te komen. Deze is van 1941. Ik kan er niet uit aan wat voor muntje het is. 2,5 cent of zo. Die achterkant is wel echt dik. Kun je ook omhoog houden eigenlijk zo, denk ik. Die is echt lijp. Oh ja, en het eerste muntje wat ik trouwens had gevonden, dat was een halve Willemscent. Die hier ook in liggen. Maar die is een beetje kaal. Nou, het andere 1 centje nemen. Oppoetsen. Hele tafel erom. Zo. Als ik dit schoon moet krijgen, dan moet die andere kant ook schoon worden. Zou je denken. Of die andere mens. Hier, 1 centje. Is wat minder mooi. Ja. Iets opgedroogd, misschien kan ik het dan. 3 cent misschien, ik weet het niet. Even 1 keertje met het borsteltje eroverheen. Ah nee. Ik kan er verder niks uit halen, maar de achterkant is wel echt, echt mooi. Vette vondst dus. Nou ja mensen, nou ja, zoals je ziet mijn hart zijn ook weg trouwens.
Bedankt voor het kijken deze video. Ik weet niet hoe lang hij is geworden, maar laat ik even de reactie van... Ja, jullie video's zijn nu wel om de 2 weken, maar ja, ze worden wel minder lang. Ja, het probleem is ook, ik ben alleen. Als je met z'n tweeën bent, dan film je vaak veel meer. Dus dat is ook een dingetje. Vandaar dat de video's ook korter kunnen zijn. En aangezien dat heel veel dingen ingezaaid zijn, is het moeilijk om toestemming te krijgen. Dus dan wordt het plekken zoals bossen, speelterreinen, vind je niet mega veel. Dus ja, ik probeer er het beste van te maken mensen en tot over 2 weken. Jawel.